En het weekend luiden we in met een verandering voor Jesse Silver. Samen met Sergio beton storten. Gewoon. Schandalig dat je het zo durft te serveren voor 38 euro. Laat maar even zien, schat, wat de bedoeling is. Dit? Heb ik weer een afspraak staan met mijn chirurg. Dag lieve totties, een hele goede middag. We zijn weer aan het klussen. We hebben een begin gemaakt aan de geluidsstudio op zolder. En daarvoor ben ik hele lange balken. Ja, deze. Op maat aan het zagen. En daarna nog een plaat erin. En aan de andere kant dressoir. Dat komt allemaal later. Veiligheid voorop. Zagen maar. Goedenavond, ik ben weer op zolder in mijn sportoutfit. Ja, ook daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik zal even een lichtje aan doen, want anders zie je me niet. Hi, daar ben ik. Ja, ook dat, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik moet wel zeggen, het is wel weer wat lastiger geworden. Deze maand was ik ook niet afgevallen en volgens mij zelfs een beetje aangekomen. Dus dat is natuurlijk niet best, hè jongens? Nee, nee. Maar, zolang je het maar weer oppakt. Ja, het is Pasentijd, dus dat is natuurlijk ook... ja, het is ook niet zo heel goed voor je dieet, hè? Al die chocolaatjes die je dan overal nergens vandaan... die overal nergens vandaan worden getoverd. Maar goed, ik sta weer boven en nog steeds bij de loopband... Dus we pakken het gewoon weer op. Sergio die is aan het werk. Ik wil jullie alleen nog eventjes... ik wil jullie trouwens heel eventjes mijn nieuwe oorbelletjes laten zien. Want die had ik natuurlijk wel laten zien. Ik weet niet in hoeverre die scherp is. Maar deze heb ik nu in. En deze. Even een paar leuke nieuwe oorbelletjes. Het is echt een kriem om die kringen erin te krijgen. En ook om eruit te krijgen trouwens. Want ja, er is weinig ruimte. Je kan daar moeilijk bij. Het is altijd zo'n bijzonder systeempje. Maar ja, ik ben daar blij mee. Ik heb eigenlijk 3 gaatjes hieronder. Maar deze is eigenlijk al half dicht. En ik merk dat als ik die dan weer open doe. Of doorduw. Dan ja, daar wordt mijn oortje niet zo blij van eigenlijk. Dan gaat hij gelijk een beetje gloeien. En die eerste, die heb ik echt met dat ik een paar maanden oud was. En die lijkt echt nooit te dicht te gaan. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar die is voor eeuwig, is dat gewoon een gaatje. Oké, okay, nou. Ik heb mijn oortjes weer opgeladen. We hebben weer internet. Dus, er kan ook weer gewoon Netflix, Videoland, Disney, whatever, op mijn computer. Om ons even gemotiveerd te houden tijdens het lopen. Het is weekend! Joepie de poepie! En het weekend luiden we in met een verandering voor Jesse Silver. Namelijk... Onze man wordt groot. Waar is nou je stoel? Huh? Kan je op een stoel verhogen? Ben je groot geworden of zo? Als ik laat groot word, kan ik helemaal voor. Ja, dat is ook. Ja, dat is waar. Zo, we moeten de auto ook wel eens een keer even gaan schoonmaken. Want dit slaat weer helemaal nergens op. Dit is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Maar niet met stiften. We gaan eventjes naar mijn moeder toe. Want die heeft problemen met de deurbel. Ja. Nou ja,
is ook wel gezellig natuurlijk. Uiteraard. Ik wilde eigenlijk vanmiddag gaan. Maar ik heb echt de meest nare nachtdienst van mijn leven gehad. Ik had zo'n migraine. Ja. En ziek naar huis gaan is meestal... het is overdag al een probleem. Maar 's nachts is het dubbel probleem, want dan is de voordeur dicht. Dus dan moet de directeur gebeld worden. Ik heb een BHV-functie met een portofoon. Dus dan moet iemand die portofoon overnemen. Die zijn er meestal niet. Dus ja. Ik heb extra veel paracetamol op. En zolang ik zo in de stoel blijf liggen, zo. Een beetje tv kijken. Gaat het goed? Ging het wel. Oh ja, en ik mocht niet vertellen, althans ik zei zelf, dat mag ik niet vertellen. Ik heb spelletjes gespeeld. Je hebt spelletjes gespeeld? Ja. Wat dan? Nee, op mijn werk. Skipbo? Nee, daar heb ik niet aan meegedaan trouwens. Skipbo. Skipbo? Maar we hebben Uno gedaan. En... Wat is er? Nou ja, jij zegt heel best wel met enige regel maar nou een spelletje doen. Ja. Op een of andere manier. Ik vind het ook heel leuk, maar toch is in mijn hoofd daar gewoon niet rustig genoeg voor of zo. Ik heb nog steeds Cluedo in een dichte doos zitten. Cluedo? Uno wilde ik op de BSO spelen. Oh, ja? Ja, dat is leuk toch? Ja, dat was ik aan het spelen. En level 8. Dat kijk. Ja, dat is ook een kaartspel. Het is eigenlijk wel leuk, een soort Rummy Cup. Okay. Maar dan anders. Dus wel met cijfers, die was ik dus aan cijfers en kleurtjes. Van mijn kaarten. Die wil ik meteen spelen. Oh ja. Het is eigenlijk Rummy Cup in de kaart vallen. Nou ja, het is niet echt Rummy Cup bij. Ik bedoel een ander spel, ik weet niet waarom. Dan moet je oplopende cijfers, 1, 2, 3, 4 of 4, 5, 6. Maar op de kaart geeft aan, zeg maar, level 8, begin bij 1, met welke combinatie je uit moet leggen. En als je al iets hebt uitgelegd, mag je zeg maar ook bij anderen, maar je mag alleen maar aanleggen. Dus er wordt niks nieuws aan sets neergelegd. Oké. Zowel jij niet als je tegenspelers niet. Dus de eerste wat je uitlegt is de eerste, daar moet je mee openen. En dan vervolgens mag je alleen bijleggen. Ja, was wel leuk. Ja, was wel leuk. Ja. Is ook op zich wel leuk om daar gewoon kaartspellen te doen die je gewoon in je eentje nog kan doen. Beetje patience en zo. Ja, ik doe dat echt nooit. Ik ben ook echt kapot gewoon. Zo slecht geslapen weer en Jessie die is echt vroeg wakker. Ja, ik zag dus op de camera dat hij had zijn tuta op de grond gelegd. Ja. En zijn kussens erbij en zijn deken van het bed gehaald. En toen ging hij dus liggen in het hoekje bij de kurk. Ja. En, vanochtend echt, of vannacht? Ja, okay. Vanmorgen. Echt 5 minuten of zo. Toen stond hij op en toen ging hij naar jou. Toen dacht hij met me, toen kwam ik dus thuis. Dus toen kwam ik thuis, toen zei ik, wat gebeurt hier? Ja, en dan heb ik zo neergelegd mijn toeta en dan ga ik zo liggen. En dan kan ik hier chillen. Ja. Zo chill. Ik zeg maar, en dat kan niet in je bed. In je... Nee. Nee, dan kan ik niet chillen. Dat is geen goede chill. Ja, dus, gewoon naar boven een beetje kunnen opruimen, kan ook een van zijn tentjes naar boven. Misschien. Ah, ja, nee, ik dacht... Boven in zijn verdieping. Ja, eigenlijk moeten we daar gewoon een leuk chillhoek van te maken. Het was ook eigenlijk de bedoeling. Maar hij heeft nu al inmiddels zoveel speelgoed dat ik ook niet weet wat ik moet laten. Snap ik. Wat is wat code? Wat is de code van de Nintendo Switch? Code? We hebben geen code. Wat ben je aan het doen? De code van de Nintendo Switch. Goedemorgen. Jeetje, ik zie nu echt dat mijn oog is echt... Oh, hij is rood en helemaal aan elkaar geplakt. Ik weet niet wat er allemaal met mijn gezicht gebeurt. Ik had eindelijk, heb ik het idee, een beetje doorgeslapen. Dus dat is wel echt lekker. Maar dat betekent ook dat echt gewoon heel mijn ogen gewoon zo zaten aangekoekt toen ik wakker werd. Oh man.
Maar waren mijn ogen nou helemaal rood? Dus dat snap ik niet helemaal. Nou, lekker. Anyway, dat gaan we straks wel proberen te fixen. Kijken of er nog een beetje wat te maken is voor vandaag. Als het goed is, wordt het vandaag heerlijk weer. Vanavond gaan we lekker uit eten met onze vrienden Olaf en Marcella. Bij Blue Blood. Dat schijnt een hele experience te zijn. Dus ik ben super benieuwd. We gaan jullie natuurlijk meenemen. En het is lekker weer. En dat betekent ook dat onze aannemer, tuinman, et cetera, bezig is. En hij gaat vandaag samen met Sergio beton storten. Echt super zin in. En ook super spannend. Want vorige keer heeft Sergio het dus alleen gedaan. En dat ging niet helemaal lekker. En daardoor hebben we nu alles opnieuw moeten laten doen. En alles er helemaal uit. You win some, you lose some. Hè? Sergio heeft hartstikke veel dingen gedaan in het huis. En die gaan prima. Ja, sommige dingen moet je gewoon even proberen. En dan soms pakt het niet zo goed uit. Nou, dan moet je alsnog een professional in de arm nemen. En dat hebben we gedaan. En we zijn tot nu toe heel erg blij met hem. Dus als het goed is, krijgen we vandaag het terrasje. Althans, het moet natuurlijk nog even uitharden. Hè? Dus we mogen er nog niet op lopen en zo. En het moet drogen. Dus laten we hopen dat de weergoden met ons mee zijn. Sergio is ook weer terug. Die is even de betonmolen gaan halen. En nu zijn de mannen goed bezig. Aangezien de mannen zo lekker druk zijn, ga ik even een lekkere lunch voorbereiden. Ja, je hoort het goed. Ik ga de lunch voorbereiden. Dus ik ga eventjes lekker deze met lekker peper, zout en knoflook. Hoppakeetjes. Even laten intrekken. Oh jongens, het is bijna klaar. Oh, echt blij mee. En dan gaan we morgen komt hij ook, omdat het droog blijft, gaat hij al onze tegels rechtleggen en voegen. Ja, pak hem. Go, go, catch it, arm. Oh, bijna. Heerlijk. De schoonmakers zijn weer geweest. Sommige dingen zijn nog steeds een beetje een rotzooitje wat we gewoon allemaal moeten opruimen uit die tent. Maar het is toch heerlijk als alles weer lekker schoon en zo goed als opgeruimd is. En kijk dit. Yes, het is klaar. Zo hoorde het dus. Oh, wat fijn. Nou, dit even op laten drogen voor 3 dagen. En dan kunnen we er gewoon goed op lopen. En morgen gaat hij dus aan de slag. Als het goed is, gelijk die rand ook vullen. Yep. En voegen. Stenen een beetje rechtleggen. Voegen. Ah, lekker. Hopelijk dan dus als het gewoon mooi weer is, dat we lekker gebruik kunnen maken van een redelijk schone tuin. We gaan aan het eten. Het ziet er weer mooi uit, Jess. Blue Blood. En ik dacht ineens, ik herken het, maar ik heb hier eerst opgetreden. Toen heet het nog Spark en nu is het wat anders. Pak deze maar. Proost! Op een lange vriendschap. Zekers. Jessie, wat ben jij? Wat is het? Huh? Hier, doe maar even proosten. Doe maar proosten. Cheers! Even een gezellige avond gehad. Nog even lekker gekletst met Olaf en Marcella thuis. En Olaf heeft even meegekeken naar de constructie idee voor op zolder. Ja. En nou, we zijn dus uit eten geweest bij Blue Blood. Blue Blood. Blue Blood. Blue Blood. Dat ik dacht, hé, ik herken dit gebouw.
Maar toen heette het geen Blue Blood. Nee. Toen heette het Spark of zoiets. Ja, en Spark. Ik zei vandaag tegen Jessie, ik zeg sterker nog, ik heb nog ergens een foto dat ik hier moest optreden. En toen zat jij nog in mijn buik. Ja. Toen was die echt heel groot. Dat was een van mijn laatste optredens volgens mij. Klopt, ja. Had ik mijn paarse jurk aan en die riem eroverheen. I'm feeling good. Feeling good. Ja, was grappig. Nou, het eten was op zich prima. Maar niet spectaculair. En het was echt vet overpriced. Ja. Maar echt. Gewoon dat je denkt, oké, als je deze bedragen durft te vragen, dan gaat er wel echt iets op mijn bord komen nou. Nou ja, dat inderdaad. En dat gebeurde dus niet. Nee. Ik had een kreeftje van 250 gram voor 38 euro. En dat was het. Ja, dus als je er iets bij wilde, dan moest je dat er ook nog bij kopen. Sides, ja. Maar het was een main course. Het was echt een hoofdgerecht. Ja. En het kwam op een wel een heel leuke, zo'n soort van een warmhoutplaat. Ja, een soort van barbecue, warmhoutplaat ding. Die stond totaal niet aan en die was gewoon koud. Dus het was echt zo. Dus dat had verder geen functie. Nee. En het was echt zo'n groot ding. Op roosters, echt zo van, dit gaat het heet houden, zeg maar. Precies. En dat je echt denkt van, oké. En daar lag dan een mooi kreefje op. En dat was het. Er zat nog geen worteltje zat erbij. Nee. Ja, ik vond echt... schandalig gewoon. Schandalig dat je het zo durft te serveren voor 38 euro. Kijk, zoals jullie een beetje ons volgen, zijn wij echt niet bereid om wat te betalen voor lekker uit eten. We houden van lekker eten en lekker uit eten. We zijn echt niet we zijn echt niet bereid. Oh, de beroerdste. De beroerdste, ja. Maar ja, we hebben wel onze mening. En als het goed is, dan hoor je ons daar ook over. Ja. En dan vind ik het juist leuk om de allerbeste reviews te geven. Maar in dit geval was het onwijs lekker qua smaak. Alleen de prijs-kwantiteit was vooral erg uit balans. Ja, ik had een... van die cocktail. Ik had een mocktail en die was zeg maar zo groot glaasje. Nou, prima. En toen op een gegeven moment, de smaak was op zich oké. Toen wilden we wat anders proberen. En ineens denk ik, ik ben er al. En toen zat er zo'n groot ijsblok in. Overdrijf niet, hè? Nee, het was echt een zeer groot, oversized dobbelsteen. Maar echt... Dat ik denk, serieus? Heb ik hier nu 10 euro voor betaald? Ja, dat slaat gewoon nergens op. Wat jij zei, normaal gesproken zit daar schaafijs in en zo. Ja. Maar dan denk ik, daar kan ik dan nog wat mee. Weet je wel, dan kan ik dan nog een beetje kauwen of zo met de smaak erin. Maar met zo'n ijsblok kan je helemaal niks. Af en toe een beetje... Wachten totdat het smelt en dan heb je gewoon alleen water. Gewoon de algehele beleving was vooral... Hè, want de site ziet er echt gelikt uit. Instagram. Het is midden in het centrum, Instagram en zo. Ze weten echt wel hoe dat aan te pakken. Maar vervolgens daar zittend... Ja, was het gewoon niet de wauwbeleving die we van tevoren hadden verwacht. Het zag er mooi uit. Ja. Maar dat was het dan ook. Er was geen geintje bijzonderheid verder. Nou, en Olaf die had een flat iron steak. En dat was echt ook 38 euro voor 250 gram. En dat was ook puur en alleen de steak met twee sausjes. Dat dan weer wel. En dat had ze dan, was eentje had hij gekregen, hè, toch om te proeven. Ja. Dus dat dan weer wel. Maar er zat verder geen... Nog geen dopertje lag erbij. Nee. Ja, ik vind dat echt gewoon niet kunnen. Nee. Ik vind het echt niet kunnen. En wij hadden dan... twee porties. Marcella en ik hadden maki gekozen. Dus sushi. Ja. Nou, dan kreeg je wel 8 van die stukjes. En ook dat was het dan. Dus het is maar goed dat we er nog friet bij besteld hadden. Ja.
Want als je nagaat, 16 stukjes, want we hadden er 2 voor 50 euro. Ja, het was echt buitenproportioneel gewoon. Dat is echt heel veel geld. Ja, het is echt heel veel geld. Dus nee, we gaan daar niet nog een keer naartoe. Nee. Het personeel was aardig hoor, het was vriendelijk. En het eten was op zich gewoon prima. Maar het was ook geen wauw. En het was gewoon knijterduur. En was het gewoon totaal niet waard voor wat je ervoor kreeg, zeg maar. Dus dat was jammer. Maar goed, de gezelschap was leuk. En we hebben weer lekker... we hebben iets nieuws geprobeerd. Zo zien we het dan ook wel weer. Ja. Hè? Je moet het, een keer gedaan hebben om het te weten. En... terwijl we het laatst dus bij een Chinees waren die vlak bij mijn werk is en vlak bij ons huis. En daar hadden we wel een keer wat opgehaald. En toen was het ook al heel lekker. Maar toen zijn we voor het eerst eigenlijk daar gaan eten. En toen, dat was echt zo... Wij hebben echt een half uur vandaag erover gedaan. Of misschien wel 3 kwartier om te beslissen wat we nou namen. Want we begrepen ook niks van die kaart. Dat we echt dachten, zien we dat nou goed? Is dit het nou echt? De inleiding... van wat ze vertelde, kwam niet terug in de kaart. Nee. Dus ik was allemaal aan het zoeken naar van, wat heeft ze, wat vertelde ze nou net allemaal over dat shared? En ze had 3 soorten dingen. Dat ik dacht van, ik werd ook niet overal erg, ik werd ook niet heel erg warm ervan of zo. Terwijl bij die Chinees... Toen dacht je bij elk voorgerecht van, toen dacht bij elk voorgerecht dacht ik, die vind ik gewoon allemaal lekker. Nou weet je wat, ik neem gewoon geen hoofdgerecht, ik neem gewoon heel veel voorgerechten. En ik maak er gewoon een eigen tapas van. En dat was gewoon super lekker. Ja, pasas, Japansas. Ja. En het was zo lekker dat ik dacht, ik neem mijn collega's er ook mee naartoe. En die hadden ook zoiets van zo. Je gaat de volgende keer ook mensen mee naartoe nemen. Ja. Dus, het was echt heel lekker ook. Leuk sfeertje, leuke vrouw ook. Maar goed. Wat ik al zei, de avond was wel heel gezellig. Jesse Silver is hartstikke lief geweest. Wederom, dus echt dat fijn. Dat sowieso. Maar en ik ben ook benieuwd... wat is normaal? Maar zijn dit nou tegenwoordig gewoon de binnenstadprijzen van een Den Haag of Amsterdam of zo? Wat vinden jullie? En waar gaan jullie dan wel eens uit eten? En wat betaal je dan gemiddeld voor een hoofdgerecht? Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Nou, ik vond op zich de prijs voor een hoofdgerecht nog niet eens... Nou, het was aan de dure kant. Maar normaal gesproken krijg je er dan wel een bord vol voor. Ja, maar die ribeye, die was 58 euro. Ja, inderdaad. Die hebben we niet besteld, maar die stond ook op de kaart. Dat je denkt, die was 300 gram volgens mij. Nee, die was 59 euro. Dat was gewoon... 59. Ja, dat je echt denkt, pardon? Maar als je dus alleen dat stuk vlees krijgt, wederom zonder groente, zonder garnituur. Je voelt je gewoon genaaid waar je bij staat. Ik weet niet of ze... goudblad. Goudbladbord. Ja, nee, de koe dat die gouden vlokken te eten krijgt. Nee, maar dat was echt. Maar goed, we gaan het afsluiten. We hebben het verteld, we hebben het erover gehad. Ja. Het was jammer. Het was een tegenvaller. Ja. Maar. Weet je wat geen tegenvaller is? Nou? Jij. Dankjewel. Jij bent echt geen teleurstelling. Nee, jij ook niet. Nog steeds niet. Ik hou van jou. Ik ook. Ik ben wel kapot. Echt heel moe. Ik ga jou maken. Ik heb vanochtend... heb ik tegen ze gezegd... Ik heb zo... Volgens mij zo doorgeslapen dit keer... Dat gewoon mijn ogen aan elkaar vastgeplakt zaten. Ja, weet je, normaal dan moet ik 100 keer uit. Of ik sta naar het plafond te staren. Of weet ik veel wat. En nu dacht ik echt van, zo, hallo. Mijn oog was ook helemaal rood. Dus dat was een goed teken. Goed zo. Dus daar hoop ik weer op. Lekker. Oké.
Dus we gaan slapen. Lampje uit. En morgen komt Adam weer voor de tuin. En we hebben het een en ander besproken om toch wat aanpassingen te doen in hoe de tegels nu liggen. Zodat het toch wat meer symmetrisch wordt. En dan al het zand uit de voegen te halen en dan wordt het gevoegd. Ja. En het liefst had ik alles beige. Want, de voeg. Ja, want ik denk dat ik eigenlijk donkere voegen niet zo heel erg mooi vind. Maar ja, hij zei ook wel van ja, je betaalt en meer voor die beige voegen. En dat is na een jaar, is het groen en net zo zwart als andere donkere voegen. Omdat gewoon door al het vel wat erop komt en erin gaat zitten. En wij natuurlijk aan het bos wonen en alles eroverheen waait. Hij zegt ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Ja. Dus als ik het echt heel lelijk vind, ga ik gewoon met een kwartje erlangs. Oké. Okay. Oh, morgen weer een dag. Morgen gaan we lekker slapen. Welterusten. Goedemorgen. Nou, minder goed geslapen dan gisteren, helaas. Maar ja, ik ben het gewend. Dus, hey, go on with your life. En ja, onze tuinman aannemer, die is bezig met de tuin. En ik zie dat Jessie Silver mag helpen. Hey Jessie Silver, wat gaan we doen vandaag? Een slime maken. Slime maken. We gaan het dit keer proberen goed te doen, hè? Want vorige keer ging het niet helemaal goed, hè? Nee, dus we gaan het nog een keer proberen. Vandaag gaan we ook iets doen wat heel, heel leuk is. Ik mocht vandaag fietsen naar de kleine speeltent. En dat wil ik nog een keer. Dus ik hoop dat ik jullie weer zie op dat nieuwe video. Giet 50 milliliter slijmglue in een bol. En dit flesje is precies 50 milliliter. Oh. Doe je alles hier maar in. Alles? Alles. Oké, ik heb 30 milliliter water erin gedaan. En we moeten het mixen voor 2 minuutjes. Oké. Dus dan ga ik even kijken of ik een... Wachten. Oké. Even kijken. Is er bijna. Oké, dan gaan we voor 2 minuutjes gaan we hem aanzetten. Dus giet het dan maar in. Ja, en dan mag je gaan roeren. 2 minuten lang. Dus als dadelijk hier een 2 staat, dan mogen we het pas stoppen. Goed zo, 2 minuten. Roeren. Oké, Jessie Silver, waar gaan we voor kiezen? Okay. Druppeltjes met balletjes. Oké, okay. Ik maak hem even open voor je. 2 tot 8 druppeltjes. Zullen we 5 druppeltjes doen? Oké. Okay. Niet knallen. Niet hard. Okay. 2. Niet zo hard. 3. Hou maar. Want je knijpt te hard. Oké. Dus dat zijn de druppeltjes. En dan doen we nu nog wat balletjes erbij. Ja. Zo. En dan mag je weer 2 minuten, 2 plus 2 is 4, roeren. Dus als hier een 4 staat, gaan we weer stoppen. Okay. Rustig. Oh, kijk. Oh, deze wordt gaaf. We hebben besloten om ook nog even deze ertussen te doen. En dat is echt gewoon een unicorn effect, hè? Ik kan nog wel wat erbij. Nog een beetje van deze? Ja. Wat zit er nu? Oh! Nou, dan gooien we hem er helemaal in.
Oh, ik zie hem nu al glinsteren. Dit wordt helemaal gaaf. Voeg 2 lepeltjes baking soda. Dat is al een lepeltje bijgeleverd. En die moeten we dan 3 minuten mixen. Dat is wel veel. Nou, ik hoop dat het goed is. Oké, en dan moet je weer 3 minuten mixen. Rustig, hè? Tot als deze op de 9 staat, want ik had hem niet uitgezet. Dus van 6 naar 3 plus 3 is 9. En je moet nog 2 minuten. Hij loopt nu al vast. Jongens, nou wordt het echt slijm. En na deze 3 minuten roeren, moeten we het eruit pakken en dan moeten we hem kneden. Ja. Dus mag ik een stukje... Dat betekent dat ik een stukje van een cracker mag. Mag ik een stukje van een cracker? Ja, als ik klaar ben met roeren. We zijn bijna klaar met roeren. Ik heb toch... Ja, doe je het zelf, maar wel boven je bord, hè? Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hier zit allemaal baking soda met dit is allemaal. Ja, verhouding is alles, hè jongens? Want anders dan klopt er helemaal niks meer van. Even kijken. Ja hoor, we kunnen hem eruit halen. En dan staat er, pak het slijm uit de schaal en kneed het 2 minuten. En als het te plakkerig is... Dan moeten we nog 1/8 baking soda erbij doen. En telkens met 1/8 meer als die nog steeds te plakkerig is. Nou. Zal ik het even doen, Jessie? Want jij bent lekker je cracker aan het eten. Mm-hmm. Jee. Oh, dit is echt slijm. Is het een beetje wat, Jessie? Nee? Niet echt? Oh. Wat een rotspul eigenlijk, hè? Ja. Misschien kunnen we de volgende keer beter gewoon smurfensnot maken in een zakje. Ja. Hè? Ja. Kan je me helpen? Nee. Grapje. Zo, het is allemaal recht gemaakt, zo goed als. Nu gaat dat gedeelte, wordt nog naar voren gehaald, zodat het gelijk loopt. En er is ook iemand geweest die even een offerte gaat maken om hier een mooie veranda te maken. Oh, ik heb zo zin in, jongens. Hoi. Oh, ik dacht je een foto ging maken. Hoi. Hoi. Dat is maar goed doen. Zo. We hebben onze plaats terug. Onze tuin, sorry. Onze tuin. We zijn niet in Tilburg. Kink. Kijk, kruidentuin. Ja, en waar gaat die komen? Laat maar even zien. Lokaal gekweekte paddo's. Laat maar zien waar die gaat komen, schat. Nou, zo van hier ongeveer tot... Hier ongeveer. Ja, dus dit randje denk ik dat je moet aanhouden. Is wel het handigst, denk ik. En ja, we gaan dus... Laat maar even zien, schat. Wat de bedoeling is. Dit is nu buiten, maar dat bord... Binnen! Nou, buiten binnen. Buiten binnen. En dan komt, nou, hier komt er gewoon vaste band. Dit wordt helemaal schuifwand, met schuifdeuren. Wel allemaal glas. En dan tot hier, want hier komt er nog een paal. Ja. Dan komen hier ook nog 2 of 3 schuifpanelen... Die je dus ook open kunt zetten. Ja, dus we kunnen 2 delen openzetten. We kunnen dit deel helemaal openzetten. Ja, dus dit helemaal schuiven. En daar. Zo, want waarom is dat handig? Nou, dat is handig omdat dit gedeelte... Ja. Wordt ook overdekt. Ja, maar wel met een... Plafond die... Ja,
wel doorschijnt. Wel een doorschijnend dak. Zodat we het licht houden. Wel gewoon met carbonaat inderdaad. Als dak. En de wanden worden wel glas. Ja, die komt dan tot hier. En dan gaan we werken met, waar had het over? Zeil. Zeil. Om eventueel dicht te maken. Maar we kunnen ook met, of ook, ja, zuil en warmtebronnen werken. Zoals infrarood, heaters, dat soort dingen. Ja. En dan is het dus handig dat je ten alle tijden, als het dus ook regent bijvoorbeeld, maar het is wel lekker warm of warm genoeg met de infrarood, dat je het hier open doet en dat je dus je woonkamer helemaal van daar verlengt tot aan... Ja, daar dus. We zeiden van dit en dat en die man zegt, wat ben je van plan? Ja. We zijn wel vrij... Wat was jouw woord van vandaag? Onconventioneel. Ja, dat schrijven we sowieso wel. Dus kijk dan hoe strak het er nu bij liet. Het begint echt wakker te worden. Of die is wakker te worden. Ja. En hoe sta je er nou tegenover dat ik heb gezegd, toch schuif dat maar naar voren? Schuif wat naar voren? De tegels. Oh, dit? Ja. Ja, ik vond die nodig. En nu? Wat? En nu? Laat me maar rust. Laat me maar rust. Nee, maar even serieus, kijk, Sergio die had natuurlijk heel mooi al alles neergelegd, maar hij is geen professional. Ja, en er schijnen inderdaad gewoon bepaalde regels voor te zijn waar je dan begint en dat je dat dan dusdanig doorlegt dat alles esthetisch gezien, zeg maar, alle lijnen gelijk lopen. Ja, en eigenlijk hadden we dus op een hele andere manier moeten beginnen, maar ja, we hadden de rest nog niet. Dus onze volgorde was een beetje anders. Ik ben daar begonnen. Nee, sterker nog, ik heb eerst dat gedaan. Ja, het is gewoon echt zo van, hey, we zien wel. Weet je, ooit komt het. Maar, go with the flow. Maar het gekke was dat hij dit gewoon daar had aangelegd. Ze was van daar naar voren. Dus dit lag een heel stuk verder dan dat. Dus dat liep niet mooi samen. Toen hebben we er even over nagedacht van, hoe gaan we dat doen? Want we konden of dit allemaal verplaatsen. Want eigenlijk wil je hier natuurlijk ook geen halve tegels. En toen zei ik, ik vind het minder storend dat hier omheen misschien halve tegels liggen. Net zoals dit. Dan heb je ook een soort van afbakening, een soort van border. Vind ik minder storend dan dat dit niet gelijk loopt met dit. Kijk, als je hier staat zie je dat niet. Maar van binnen ga je dat wel zien. Dus hij heeft nu, en ik zeg, en dat kost minder tijd. Dus hij heeft dit allemaal naar voren gehaald en morgen komt hij en dan gaat hij dus dit opvullen. Ja, en hij heeft gevoegd en we hebben dus voor de eerste laag hebben we dus voor het antraciete gekozen, want dat is goedkoper. Maar ik zei, ja, we hebben niet voor niks Fabergé gekozen. Dus misschien kunnen we alleen de toplaag dan toch beige kopen. En dan zien we wel wat het wordt. Ja. Dus dan ben je, heb ik toch een beetje wat ik wil. Nou, we hebben dus deze paarse tegels. Maar daar heeft het een en ander op gestaan. En nou ben ik bang dat we dit wel een beetje verpest hebben. Ja, ik denk dat het uitkomt. Ja. Dus als jullie tips hebben zonder dit te beschadigen, maar toch dit weg te krijgen, dan graag. Nee, je moet even zeggen wat het is. Het is speel. Schimmel. Ja, waarschijnlijk schimmel. Ja. Het is gaan schimmelen onder het zeil op de rubberen speelgetegels inderdaad. Ja. Maar ik denk dat dat een kwestie is van die hoge drukspuit straks. Ik hoop het. Dus dat zou wel heel fijn zijn. Maar ja, als je dan hier zo naar kijkt. Oh, echt.
Laat de zomer maar komen, hè, schat. We houden de tuin gewoon terug. Ik bedoel, die pellets gaan naar jouw collega. Ja. Die stenen die neemt Adam waarschijnlijk mee. Ja. Dan hebben we alleen nog kapot veel van die bergen tegen zo. Ja. Ja. Nou, maar goed, wat ik al zei. Kijk, als wij op een gegeven moment misschien toch dit zat zijn, dan heb je wel die tegels ook nodig. Dus. Ja, maar daar hebben we sowieso nu niet genoeg. Ja, nee, daar zouden we dan nu ook niet genoeg voor hebben. Met die van voor wel? Nee. Denk ik. Dan liggen daar toch ook nog heel veel? Ja, maar die worden hierin geslepen, hè? Dus, nou ja, goed. Nou ja. Anyway, ik hoop dat dit gewoon goed werkt. En ja, als het allemaal een beetje staat, dan moeten we dat dus opnieuw gaan lakken. Want dit is wel echt super balen. Want het is al helemaal wit uitgeslagen. Terwijl we het wel hebben gelakt. Ja, ik Ja. Ben ik niet blij mee. Dus ik wil dat gewoon weer een beetje bruiner. Beetje rooier bruin. Hetzelfde geldt voor de schutting. Ja. Maar ja, hier al zo blij mee, echt. Hey, de puin zo in je weg is. Ja, dat ook. Ik zag er als een berg tegenop. Dat die berg daar de hele tijd lag en alle rotzooi, echt. Dus ja. Blij! Oh, jee. Ik moet even rennen naar de andere kant van het huis. Ik zie je niet meer. Pak hem maar. Mooi. Oh, dat is koud, man. Oh. 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 Gelijk een vlek op de muur, waarschijnlijk. Het plafond, denk ik. Nou, hij is nu eindelijk goed gelukt. Ik denk dat ik hem maar even ergens in... Ja, ik moet even afsluiten, inderdaad. Jessie slijm met glitter. Slime. Slimy. Ik denk dat de truc inderdaad was om hem toch nog even te laten liggen. Nu kan je er gewoon inderdaad wel wat mee. Maar daarnet was echt geen doen. Nee. Nou, leuk. Goedenavond. Nou. Hoi. Onze aannemer, ik noem het maar aannemer, ik weet even niet hoe ik hem moet noemen. Tuinman, onze Bob de Bouwer. Die is eigenlijk in de tuin klaar. Deze fase is nu afgerond inderdaad. Deze fase is afgerond, dus de tegels liggen nu goed. Het is gevoegd. Het is gevoegd, alle ja. Alle troep is weg. Ja. Beton is klaar. Het moet na een paar maanden nog een keer gevoegd worden, zodat de toplaag komt. Maar misschien kunnen we dat zelf wel. Nou ja, zodat het gevuld blijft. Omdat nu door de regen en de weer en alles, het weer, gaat die voeg steeds zakken een beetje. Ja. En dat moet je in de gaten houden, want daar, dat heb ik dus gezien, van de overkant kwamen er weer helikoptertjes. En die gaan dan gewoon in je voeg zitten. Ja. En daar kiemt het gewoon. Ja. Hallo. Pizza. Jesse Silver wordt gebeld. Oh, kijk nou, hij gaat nu ook op morning show. Ja, we hebben even een zelftrekker voor Jesse ingesteld. Dat is mijn moeder. Je moeder? Ja. Wie heeft dat nummer toch niet? Ja, wel als ik het gestuurd heb. Oh, jij hebt het gestuurd? Tuurlijk. Ah, oké. Dan moeten we haar ook even erin zetten. Als nummer om te bellen. Ja. Ja, dus dat is wel grappig. Want dan kunnen we tenminste echt even goed in de gaten houden wat Jesse Silver is. Want vandaag dacht hij weer, toen ik zei, je mag nog even 5 minuten buiten spelen. Toen hoorde ik eens... En dat was dus een fiets. En toen was die, dacht hij gewoon van, ik ga even een blokje om, zonder te zeggen. Ik heb het hem echt al zo vaak verteld nu, maar hij blijft de straat uitgaan. Adem in, adem uit. Gelukkig is het goed gegaan.
Anyway. Maar goed, hartstikke spannend. Heel misschien dat we nog ons pad, de tegels, naar links verhuizen. Maar dat is nog ja, even... Ja, een beetje. Even niet. Maar... Ja, want we hebben nu gezien dat we dachten... Eigenlijk is het niet zo handig om aan de linkerkant de cactussen te gaan zetten. Maar aan de rechterkant beter. En het pad naar links is wat logischer ten opzichte van de vlonder, zeg maar. Ja. Maar we zijn dus nu bezig om te gaan tekenen hoe we de overkapping willen hebben. De veranda. Onze buitenkamer. En dan gaan we een offerte aanvragen. Ja. Echt super veel zin in. Echt spannend. Het zal een behoorlijk stuk eerder zijn dan dat we gepland hadden. Inderdaad. Of gedacht hadden eigenlijk. Hadden gedacht, ja. Nou, het ligt eraan aan de offerte natuurlijk, hè. Maar, ja. Anders doen we het in twee delen. Maar sowieso is het gewoon... Ja, hopelijk kunnen we sowieso dat, deel 1 doen. Ja, en gewoon dat de tuin weer een beetje van ons is. Ja. En nu achterin hebben we nog een klein beetje bouwmaterialen staan. En wat tegels en zo. Zijn we nog niet helemaal klaar. Oh, lelijk. Ja. Maar dat is een klein hoekje waar dan nog wat puin staat. Maar voor verder is het gewoon allemaal weg. En opgeruimd. Ja. En dat is lekker. Dat is echt fijn. Ik heb hier alleen wel een gat zitten nu. Ja. Ja. Hier is een rib. Ja. Maar echt... ja, echt fijn. En nou ja, zoals we al zeiden... De vlonder moet opnieuw gebijtst worden. Ja. Zegt dat goed, gebijtst? Ja. Ja. Opnieuw gebijtst en gekleurd. En, ons, en de schuur en de schutting zelf. Ja. We zijn voorlopig niet klaar. Maar ik wil graag ook naar de zolder voor wat werk. Ja. We staan op de zolder. Want ik ga sporten. Ja. Want dat doe ik ook nog steeds. Maar Sergio die heeft wilde plannen met deze trap hier zo. Met die ladder, die tegen de muur en... Spannend. Ja, want de bedoeling is dus om de bokzak, deze lelijke bokzak, die we nog moeten spuiten, op te gaan hangen aan het plafond. Zodat hij niet in de weg is. Zodat hij niet in de weg staat. En dat hij alleen naar beneden zakt als wij hem nodig hebben. Dus. Toch? Ja. That's the plan. Daarna weer omhoog als we weer klaar zijn. Ja, precies. En dan gaat deze ook uit de weg. Ja, dat is ook fijn. Komt dan ook aan zo'n balkje. Ik ben eventjes aan het verzinnen hoe dat dan moet met het gewicht eronder. Ik heb natuurlijk dat ding. Ja, nou, daar komen we dus nog op terug. Een beetje, maar dan gaat hij niet lopen uitzoeken terwijl jullie ook gezellig zitten mee te denken. Dan kom je maar op terug als je eruit bent. Dan kan het soms even duren bij hem. Hey, rustig aan jij. Wauw! Nee, hartstikke goed en creatief. Maar het is dus de bedoeling dat het hierboven ook wat opgeruimder gaat worden. En dat het alweer een beetje gaat lijken naar waar we het naartoe willen hebben. Deze twee kasten die gaan ook weg. Die billenkasten. Ja. En daar komt dan ook iets anders voor. Ik geloof dat Olaf je daarmee ging helpen, toch? Ja, die gaan we samen bouwen inderdaad. Ja. Daar heb ik al de palen gezaagd. Die staan er al. Ja. Dus wil ik eerst daar een plateautje maken. Dan kan daar wat rotzooi weg. En dan gaan we daar beginnen met de kasten. Ja, dus het is altijd eerst even schuiven. Schuiven van de ene kant naar de andere kant, zodat we net daarna kunnen opruimen. Nou, ik ga even mijn... Oeh! Wow, pas op, de ruimte aan het draad. Ik ga even trainen en een serietje kijken. Succes, hè? Goed, hè? Ja? Nou, we zijn in de stad. Dit keer met z'n drieën. Want zoals ik vorige keer al zei, moest dus blijkbaar ook met het ophalen tussen zilver mee. Nou, 3-4 keer is scheepsrecht. Nou gaat het lukken, hè? Nou zijn we met z'n drieën, nou kan het niet meer misgaan.
Het is gelukt, Jesse Silver. Ja. We hebben je paspoort. Yay. Jesse Silver. Volgens mij wel. Jesse Silver mag mee in vakantie. Toch wel mee. En het is wel door de weeks. Maar YOLO, wij gaan gewoon weer even lekker uit eten. Helemaal YOLO. Ja. En wij zijn sinds kort helemaal fan geworden van Lee's Palace. Lee's Palace. In Los Duinen. Is het Palace of Place? Ja, het is Palace, maar ik dacht ook Place. Maar het is Lee's Palace. Lee's Palace Place. Want dat is zo'n lekkere Chinees. Pardon? En wat gaan wij eten, Jesse Silver? Haaiensoep. Haaiensoep, haaivinnensoep. Zo lekker. Let's go! Haaivinnensoep. In Lee's Palace soep. Met kip, garnaal en krab, geloof ik. Ja. Het is zo'n pikant. Nee, het valt wel mee. Ja, een beetje. Want Jesse kan dat wel hebben. Lekker, hè? Toch wel? Ik vind het wel pikant. Oh. Ik vond het wel meevallen. Ja. Nou, dit is nog niet alles, want ik doe allemaal voorgerechten. En wat had jij ook alweer? Beef, garnalen en... Nee, het was geen beef. Garnalen, chicken. Ja. Ook zo'n mix van lekkere... Met gonbao saus. Lekker. Lekker krokant gebakken ook. Ja. Die saus is niet pikant. Die kun je wel prima. Dus ik kan zo lekker eten. Hè? Lekker? Heerlijk. En wij zijn gek op de haaivinnensoep, hè, Jess? Nou ja, dat weet ik ook. En? Lekker? Lekker, hè? Kiosa. Dat vind ik ook zo lekker. Dat is echt heel lekker. Uh-huh. Ik kon heel makkelijk mee eten. Ik kon nog wat eten aan. Oeh. Die is van jou, denk ik. Ja, lekker. Lekker. Mag deze leeg even? Een hele goede morgen. Hoor nou die vogeltjes. Het zonnetje. Heerlijk. De blaadjes komen alweer uit de bomen. Het is toch heerlijk dit. Zo fijn om alweer een stuk tuin terug te hebben. En verder te kunnen bouwen nu. Oh, wat ben jij nou weer van lekkers aan het maken? Tiramisu. Het is toch niet eerlijk allemaal, hè? Nee, eigenlijk niet, hè? Hoe goed we moeten blijven eten terwijl hij dit allemaal aan het maken is. Ja, dat is een beetje het nadeel van catering van huis. Er komen lekkere dingen voorbij. Ja. Ja, ik vind het lastig. Ik heb het zwaar. Ik ook. Ik heb het zwaar. Ook omdat ik heb nu een paar dagen alweer keelontsteking. Ik dacht dat het geen keelontsteking was, want ik dacht eerst nog niets te zien. Maar het was toch weer een keelontsteking. Ja, ik weet niet hoe je dat niet hebt kunnen zien. Dat was Ja, ik heb een poging tot een foto te maken. Ja, ik kan moeilijk zo goed in mijn keel kijken. Maar ik kreeg, nou ja. Mijn foto was nog niks te zien, maar op die van jou was het vrij duidelijk. Ja. Dus dan ben je toch niet helemaal lekker. En dan, ja, dan gaat de rest ook minder goed. Sowieso dan ook geen zin om te... Er geen puff om te sporten. Gewoon kapot. Ja, toch. Toch baal ik daarvan. Ik baal ervan. Moet je lachen? Ik baal ervan. Ja. Waar baal je van? Vraag je dan. Waar baal je van, schat? Ja, dat je zwaarder bent of niet afgevallen.
Ja, jij traint nog op je werk. Ik niet. Jij traint, ja, hoezo? Nee, niet op je werk, maar jij traint toch ook gewoon hier? Alleen nu even een weekje niet inderdaad, omdat je niet lekker bent. Jij traint ook gewoon. Nee, maar ik denk toch dat het lopen ook dan nu niet meer voldoende is. En we hebben bijna geen tijd gehad om samen te sporten. Nee, het is wat drukker geweest inderdaad. Maar goed, en het eten gaat bij mij niet zo geweldig. En we zijn veel uit eten geweest. Dus, nou ja, eigenlijk de usual terugval. Terugval, smoesjes. Dus, vervelend. Maar goed, we hebben het niet helemaal opgegeven. We zijn nog steeds wel aan het lopen. Het is niet dat we dus niks meer doen. Maar het mag weer meer. Volgende week gaan wij op vakantie, jongens. Ja, daar heb ik ook wel onwijs veel zin in, zeg. Althans, anderhalve week moet ik eigenlijk zeggen. Over anderhalve week. Ja, echt veel zin in. Volgende week heb ik weer een afspraak staan met mijn chirurg. Dus, dus daar gaan we weer even laten zien hoe het nu is na een paar maanden. En ik vroeg me af of jullie het leuk vinden als we een keer een live gaan doen. En dan eigenlijk over Live After Cancer. Maar dan gewoon in het Nederlands. Ja. Interessant. Live After Cancer. Maar gewoon in het Nederlands. Maar we kunnen wel een beetje Engels hoor, als je wil. En die hier zo kan ook Italiaans, dus als je daar vragen hebt. Schiet maar los. Nee, maar even serieus. Lijken jullie dat interessant? Dat jullie vragen kunnen stellen? Dat we daar een beetje over vertellen? Ook over hoe het nu gaat? Laat het even weten in de comments. Lijken jullie dat interessant? Zei je dat nou? Ja. Okay. Lijken jullie dat interessant? Nee, ik vind het wel hartstikke leuk. Van lijken. Lijken. Hey! Hey, dat komt helemaal goed. Ja, Jesse die had ineens in zijn hoofd dat het vandaag grapjesdag was. En vanochtend zegt hij, daar lag iets in bed. En hij zegt, is dat nou poep? Nou, dat komt goed uit. Ik denk echt, nou ja. Die was echt heel goed. Ja. En toen zei hij van, ja, en wij wonen in Afrika. Dus, en toen stopte die. Dus ik zeg, K? Nee joh, we wonen in Nederland. Ja. En dit is straks een variatie aan tafel, hè? Ja, maar dat vond ik dus ook heel grappig. Dus dat hij dus niet dezelfde deed. Nee. Maar dat hij dus tegen Sergio zei, ja, wij wonen in Frank. En hij zo, Rijk? Nee joh, we wonen in Nederland. Dus dat vond ik ook wel heel komisch. Ja. Hij verzint waar je bij staat. Ja, van wie heeft hij dat dan toch, hè? Ja, van mij natuurlijk. Ik ben ook heel grappig. Ja, we hebben een grappige genie gemaakt. Wat, ik moet het proeven. Nou, wij gaan de vlog eindigen, want ja. Het heeft al lang genoeg geduurd. Maar hopelijk hebben jullie het tot het einde gered. Vonden jullie het toch een toffe vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten, zodat je weer op de hoogte blijft als er een nieuwe video online komt. Zo is het. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende video. Ciao! Ciao, 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 ciao.